Ja, de laatste weken zitten we weer in een goede fase. En het werd heel kritisch op een gegeven moment. En we stonden echt op het randje. En nu hebben we onszelf een iets betere uitgangspositie gegeven. Maar ja, uiteindelijk staan we nog steeds op een positie waar we elke week kaart moeten knokken voor de punten. En we zijn nog lang niet veilig. En elke wedstrijd wordt belangrijk. Alleen ja, het gat is nu 4 punten naar de plek. En ja, zolang we zelf wedstrijden blijven winnen, dan blijven we in ieder geval boven de streep. Ja, welke club zou je nou nog het meest in de gaten? Ja, het zijn er veel, maar uiteindelijk is nu Roda de eerste ploeg waar je naar kijkt. Omdat ja, die staat op plek 16 en de rest staat allemaal boven ons in principe. En die staan er ook kort bij. Dus ja, het is nu met Heracles kijken we natuurlijk ook van ja, die staan 3 punten boven ons. Als we winnen, dan gaan we voorbij Heracles. Dus ja, dat is ook een directe concurrent in de wedstrijd zelf. Maar uiteindelijk is de eerste ploeg waar je naar kijkt, is Roda op dit moment. Ja, het gat is nu 4 punten als we winnen. Weten we dat het minimaal 4 punten blijft. Dus dat het in ieder geval in die directe confrontatie zijn niet over ons heen kunnen. Dus dat is voor ons al belangrijk. En ja, dan kijken we na het weekend wel wat iedereen gedaan heeft en hoe je ervoor staat. Maar ja, onze intentie is om naar Heracles te gaan om te winnen. En in ieder geval een voorsprong van 4 punten minimaal mee te nemen naar Roda toe. Ja. Ik vind het met me eens dat ik het nog steeds een rare situatie vind dat ik over RKC in deze hoedanigheid moet praten. Als ploeg die nog steeds strijdt voor het ontkomen van degradatie. Ik had eigenlijk gedacht dat dat al lang bewerkstelligd zou zijn. Ja, dat had het ook moeten zijn als je de eerste helft van het seizoen ziet. En als we nu ploegen zien waar wij de laatste tijd tegen gespeeld hebben. Vind ik dat wij veel hoger hadden moeten staan en eigenlijk helemaal niet in deze situatie hadden moeten zitten. En dat is gewoon moeilijk met een kleinere club als er wat blessures of wat vormverlies bij een paar spelers is. Wij kunnen het wat minder goed opvangen. En ja, we hebben het natuurlijk in de tweede helft van het seizoen toch laten liggen. En misschien zijn we op tijd nu wakker geworden en de laatste weken gaat het weer goed. Maar ik denk dat we ook, als we in ieder geval begin van het seizoen zagen, dat we al lang over een andere situatie hadden moeten spreken. En dat had dan misschien geweest of we richting de play-offs Europees voetbal hadden kunnen gaan. Maar ja, ik denk dat wij hoger hadden moeten staan dan dat we nu staan. En ja, dat zie ik als ploeg als ADO en Utrecht, waar we ondanks die spelen om Europees voetbal. Nou, daar zijn we niks minder dan. En op basis daarvan vind ik dat wij ook in die zone hadden moeten staan. Ja, maar dat is het gevolg van een herfstdip en een winterdip. Ja, we hebben 2 enorme dipjes gehad en dat is zonde. En vorig jaar hadden we ook al eens een keer een nederlaag, maar die week daarna speelden we dan weer goed. Dus het was nooit echt een lange dip. En dit jaar is 2 keer een lange dip geweest en daardoor sta je op deze positie. Maar nu een zomeropleving. Ja, de zon gaat schijnen en we beginnen beter te spelen, dus laten we die lijn maar even doortrekken. Ja, hoe is het gevoel bij de ploeg? Ik kan me voorstellen dat het wat met de sfeer doet als de resultaten wat achterblijven. Een incidentje met Chevalier. Dingen ja, die we niet van RKC gewend zijn. Ja, maar het viel allemaal reuze mee uiteindelijk hoor. Ik denk dat bij elke andere ploeg die in zo'n situatie had gezeten, dat er veel meer onderlinge irritaties geweest waren. En het is logisch als je heel veel wedstrijden achter elkaar verliest. Op een gegeven moment verloren de 5 achter elkaar. Dat wat irritaties zijn, maar ik vind dat het eigenlijk hier reuze meevalt. En ja, natuurlijk komt er wel eens een keer iets naar buiten. Maar ja, uiteindelijk hebben we gewoon een groep die in goede en in slechte tijden toch altijd wel een groep blijft. En dat zie je dan ook dat je er uiteindelijk toch wel uitkomt. En als dat niet zou zijn, dan denk ik dat je echt in een negatieve spiraal zou zitten en helemaal niet meer uit zou komen. Maar we hebben gewoon een goede groep en ik heb alle vertrouwen in dat het allemaal goed gaat komen dit jaar.